zet. Nu gebeurt het echt, maar voorheen zag je dat alleen in Hollywoodfilms. Filmmaker Martin Koolhoven heeft in zijn eigen tv-programma De Kijk van Koolhoven al diverse filmgenres besproken, maar nog niet de virus- of pandemiefilm. Mark Rutte vroeg zich af in welke film hij terecht was gekomen. Nou, zeg het maar. Nou, ik had dat ook. Het was ik vond het enorm herkenbaar. Ik heb dat nog nooit gehad. Dat ik echt dacht van, god, dit lijkt inderdaad wel een film. Dus ik had inderdaad allerlei associaties. En blijkbaar is er ook, bij andere mensen is dat ook. Bijvoorbeeld, je zag dat, dat er in Contagion, dat is een film die in 2011 was. Dat is een bijna een soort profetische film gebleken. Dat is een pandemiefilm die in één keer in de top 10 stond van iTunes. In één keer, een oude film. Dat is helemaal niet gewend. Dat ben je helemaal niet gewend. En van daaruit ging ik denken van, nou ja, wat is, want mensen, blijkbaar hebben ze dus toch een behoefte om daar of troost of informatie of weet ik wat bij films te zoeken. Dus ik dacht van, ja, wat zijn nou de films die over pandemieën gaan of over apocalyptische films, dat ze die waar scènes in zitten die raken wat we nu meemaken. Nou, de eerste die ik uitgekozen heb is 28 Days Later. Dat is een soort van moderne zombiefilm eigenlijk. Tenminste, dit is de film die het zombie-genre weer helemaal teruggekregen heeft. Alleen eigenlijk zijn het geen zombies, want het begint met een virus. Helemaal in het begin. En dat lijkt dus op wat er nu aan de hand is. Het komt ook van dieren, in dit geval van een aap, in een laboratorium. Wat volgens Trump trouwens ook in Wuhan gebeurd is, maar dat tezijde. En dit is dus de scène waarin het hier gaat het mis. Listen, get the cages open. No! Listen, you sick bastard. We're going and we're taking your torture victims with us. We're gonna get you out of here. Listen, the animals are contagious. The infection is in their blood and saliva. One bite! Stop! Stop! You've no idea! Ja, lekker hoor, Martin. Het is een die apen. Ja, precies. Het cynische is dus inderdaad dat het de dierenactivisten zijn die denken dat ze die beesten moeten bevrijden. En dus, ja, dat gaat dus helemaal mis. Media speelt ook altijd een rol. Inderdaad, want wat gebeurde er in het eerste wat je toen in China wat je zag, is dat het niet heel open was. Hè? Dat het behoorlijk dingen onder de pet gehouden werd. En dat is iets wat je ziet nu bijvoorbeeld ook, dat ze die WOP verzoeken. Dus er blijft altijd een soort spanning tussen wat er naar buiten mag komen en wat niet. Nou, heb je Panic in the Streets, dat is een film noir, een oude film. Het leuke daarvan is dat het ook een pandemiefilm is. Dat gaat over mensen die op een gegeven moment een misdadiger, die hebben, hoe heet dat, longpest. Dus, mooi affiche, moet je kijken. Ja, is geweldig, geweldige film. Nou, hier even een stukje over die strijd tussen de pers en de autoriteit. Ja, precies. Ja. It isn't smallpox and it isn't cholera. It's plague. You can't let me have it. That's right. With the chance of an epidemic? I knew you guys were crazy, but... Wait a minute, Neff, wait a minute. Wait for what? Somebody else to die? Not much. You've already wasted a day and a half. I'm sorry, but I can't let you print this you story. You can't let me print it. Since when have you been making the rules? I represent the public health service. Well, I represent the public and they've got a right to know what's going on. Dat is mooi. Hoe loopt het af? Mag die journalist het publiceren? Nee, mag niet. We hebben het gearresteerd, toch? Het is een geweldige film. Anders ga ik hem op praten. Het is echt, je moet het zien. Het is fantastisch. Elia Kazan heeft hem gemaakt. Meesterwerk. Nou, dan gaan we naar. Dan gaat het los. Hè. Dan komt die pandemie er. En wat zie je dan? Dan gaan mensen hamsteren. Ja. Dat is ook. Dat hebben we wel gezien. En heel veel films gebeurt dat ook. En hier is ook World War Z. Daar zit hij. Brad Pitt. I'll get us something to eat. I'll meet you back here. Daddy! Honey? Daddy! Where's mommy? Ja. Hamsteren met Brad Pitt zou ik overigens niet verkeerd kunnen, hoor. Maar voor de uitzending zei je dat je dit zo'n enge film vond. Ja. Nee, dat komt nog, nu. De stadium waren ze hier al voorbij, trouwens, volgens mij. Ja, maar inderdaad, ja, wat ik eigenlijk de beste virusfilm is, dat is eigenlijk geen virus, maar dat gaat over aliens. Alleen die aliens die gedragen zich als virus. En dat is The Thing van Joe Carpenter, wat eigenlijk een remake is van een oude film ook. En, dat is, en waarom ik deze scène wil laten zien is omdat dat is waar we het nu ook al de hele tijd is dat testen. Ja.
de beste testscène ooit die er in een film is geweest. Het is zo verschrikkelijk. Want? Waarom is hij zo goed? Omdat het totale paranoia. Iedereen is hartstikke bang van wie is nou goed en wie is nou... Want wat gaan we zien? Dat gaat heel snel, hè? Hij gaat bloed testen. Ja, eigenlijk... ik doe even mijn ogen dicht, hoor. Ja, maar kom op, niet wegzeppen, straks wordt het leuk. Beter, altijd met dit soort dingen kan je beter je oren dicht doen. Oh ja? Ja. Je moet altijd kijken. Is goed. This is pure nonsense. Doesn't prove a thing. We'll do you last. Get away from me. What is it? Oh, ik ben zo wat is dit voor een... Zo kan ik toch niet werken? Wat is dit? Ik moet wel kijken. Kunnen we iets zoetsappigs erin? Thuis ligt de Sound of Music voor de klaar. Nou, waar we het nu eigenlijk over hadden, hè, want dat is dat mensen blijven toch gewoon behoefte hebben aan entertainment. Hè. En in The Postman, wat een rare geflopte film is van Kevin Costner. Ik vind hem wel leuk. En daar zitten ze op een gegeven moment, dan zit je in een post-apocalyptische wereld. Maar wat is er dan nog wel? Een bioscoop. Ja, en die mensen zien dan gaat ook weer heel snel. Ja. Een hele enge film. De wereld een soort testosteron actiefilm. En die willen ze niet. Maar wat willen ze dan wel? Wat willen ze dan wel? Oké. Okay. Ja, dan gaan we meer mijn ding. Ja, dat is wel jouw ding. Ja. Een op je. Dank je. Ja. Maar ja, Martin, leuk natuurlijk die filmfragmenten. De bioscoop heeft het ook zwaar op dit moment. Ja, hè. Mogen nu nog maar 30 mensen in. Jij hebt een plan gelanceerd. Dat moet nog gebeuren. Dat moet nog gebeuren, inderdaad. Ja, precies, ja. Jij hebt een plan gelanceerd voor een drive-in bios. Die je eigenlijk al in verschillende landen heb ik dat voorbij zien komen. Klopt. En je wilt dat op de Dam in Amsterdam. Dat was het eerste wat ik riep. Het leek mij leuk. En ik dacht van als ik de Dam roep, dan wordt iedereen wakker. En dat was ook zo, want iedereen werd me gebeld. Ja. Alleen het nadeel van de Dam was natuurlijk... Dan heb je nog steeds kans dat mensen met de fietsen naartoe komen. Dan krijg je toch weer samenscholing, al dat soort dingen. En ik werd benaderd door het Olympisch Stadion. En het mooie van het Olympisch Stadion is natuurlijk... dat je dat dan ook weer af kan sluiten. Ja. Dus in principe... Gaat dat lukken? Want ik heb er toevallig vorige week een vraag over gesteld. Omdat dat nu nog niet mag. Ik heb een mail gestuurd naar mevrouw Halsema. Ja. En ik ben opgebeld, niet door haarzelf, maar door iemand anders. En er is, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het valt gewoon steeds onder. Iedereen zegt steeds, het is een samenscholing en het is een evenement. Terwijl alles wat er vervelend is aan een samenscholing, dat er meer OV'en komt, dat de mensen dicht met elkaar, dat wordt allemaal, omdat het zegt gewoon, kijk hier, als je daarin zit, in die auto. Hartstikke veilig. Ja. Er komt geen extra OV, dus eigenlijk is er geen enkele reden om en het te doen. Op heel veel dit zou zelfs voor de bioscopen open mogen. En ook, zelfs om 30, zou dit, sterker nog, dit is veiliger dan nu naar het Vondelpark gaan. En dit kan ook zonder leeftijdsgrenzen, toch? Zeker. Ja. Hartstikke gezond. Goed idee. Dus ik stel voor dat mevrouw Halsema mij morgen opbelt. Welke kamer? Hallo mevrouw Halsema. Morgen opbellen, want dit moet gewoon geregeld worden. Ja. Dus wij kunnen dit gewoon... Binnen 1 of 2 dagen hebben we het gewoon op poten. Nou, en ik zou zeggen op meerdere... Als dit de eerste film is, dan ben ik Back to the Future? Welke film moet er dan volgens jou... Ik vind als mevrouw Halsema zegt van dit mag... Dan vind ik dat we echt iets Amsterdams moeten doen. Ga ik een uur lang praten over Amsterdam in de Nederlandse film... Of in de internationale film ook... En dan Amsterdam. Dat vind ik ja, natuurlijk. Ja, volgens mij is D66 voor. D66 is voor. Snappertijd. Kom op, druk het door. Nog tot het slot. We zagen natuurlijk na 9/11 dat er best wel veel films natuurlijk kwamen. Ja. Dat onderwerp verwacht jij over een tijd ook veel films rondom dit onderwerp? Nou, in de letterlijke zin is het altijd de vraag of mensen dat dan nog wel willen zien. Hè? Als je een film gaat maken over een pandemie. Terwijl dat je het achter de rug hebt. Maar wat je wel gaat zien, denk ik, is dat het op de een of andere manier... wat Hollywood altijd heel erg goed deed, is de angst die er is om die te gebruiken. Als je kijkt bijvoorbeeld de film net The Thing, als het een soort virus... dat was eigenlijk in de tijd dat AIDS opkwam, hè, bijvoorbeeld. En dus je ziet dat ze vooral genrefilms zijn er altijd heel erg goed... om dan op de ene
een of andere manier te verpakken. Dus misschien krijgen we ook weer films met aliens en dat soort dingen. Die zich als virussen gedragen. Dat is, ik heb er nu al zin. Zonder dat bloed, alsjeblieft. Ja, ja. Goed. Met heel veel bloed. Dit was op één voor vanavond. Morgenavond de aflevering in hetzelfde genre met Jeroen en Fidan. Tot morgen. Dank jullie wel.